Aziafest 2014, Ton, hoe is het verlopen? Vrijdag slecht, zaterdag zondag goed. Over 3 dagen dit keer? Ja, we hebben het inderdaad een keer geprobeerd vanwege de Lustrum editie. Om te kijken of het inderdaad 3 dagen kon dat doen. Maar de vrijdag is meer een soort intiem besloten feest geweest. Zaterdag en zondag kwamen het publiek gelukkig massaal opdagen. Fijn toch? Ja, zeker. Welke mensen zijn er allemaal? Er staat er naast jou. Daar staat er eentje naast mij, dat is Paul Woldhek, Izigil Barendszoon van de Dutch European Steampunk Convention. Wat is steampunk? Steampunk is een beetje de Victoriaanse droom van de gestoorde wetenschappers uit die tijd, zoals zij op dat moment de toekomst zagen. En zoals zij de toekomst zagen, met de techniek en de wetenschappen die ze toen hadden, proberen wij een beetje uit te beelden wat zij in gedachten hadden. Jules Verne-achtig? Ja. Absoluut, ja. Jules Verne is zeker een grondlegger. H.G. Wells zijn echte grondleggers van onze techniek. Ja. Waar haal je al de spulletjes vandaan? Wij maken alles zelf. Wij zoeken en we vinden allerlei oude rotzooi, zoals mensen dat zouden noemen. En daar maken wij iets leuks van, waarvan wij denken, dit zouden mensen kunnen gebruiken om iets technisch in elkaar te zetten. Hoe groot is de groep? Wij zijn met 122 man in 5 verschillende landen. Onze afdelingen heten Kamers. Er zijn er 156 hier aanwezig op dit moment en we worden steeds groter.